De ambtenaren van politie die met goed gevolgd hebben deelgenomen aan de kaderopleiding van het Korps Politie Suriname, hebben gisteren hun diploma in ontvangst genomen. Deze diploma-uitreiking is van de kaderopleiding 2019-2020. Een kaderopleiding is een onderofficierenopleiding die 1 jaar duurt. Wanneer de cursus geslaagd is, wordt hij bevorderd tot brigadier van politie. Hij zal 3 jaar in deze rang moeten dienen en goed beoordeeld moeten zijn alvorens hij in een naast hogere rang van majoor van politie kan worden bevorderd. Volgens Revelino Eijk, secretaris van de Surinaamse Politiebond, is het korps laat met deze opleidingen en dat moet zo spoedig mogelijk ingehaald worden. We hebben afspraken gemaakt over opleidingen die moeten starten. Zie je het vorig jaar juli. Nu pas is men begonnen met de inspecteursopleiding. Die kaderopleiding kan nog niet beginnen. U creëert zelf dat probleem binnen die organisatie. Mensen die moeten doorgroeien. Je hebt mensen die onderinspecteur straks zijn of al zijn en nog die kaderopleiding niet hebben gevolgd. Het is een probleem dat we aan het creëren zijn, minister. We moeten daarvoor waken. Laten we dat samen aanpakken. En op een juiste manier ook aanpakken, minister. Om hogerop in de politiedienst te komen, wordt dezelfde procedure gevolgd alvorens de majoor van politie tot onderinspecteur kan worden benoemd. Er zijn 3 onderofficiersrangen, te weten de brigadier, majoor en onderinspecteur van politie. De ambtenaren van politie worden tijdens deze opleiding bijgeschoold in onder andere strafrecht, strafvordering, verkeersrecht en andere soorten wetgeving. Justitieminister Kenneth Amoksi hield de aanwezigen voor dat er binnenkort een politie-bacheloropleiding van start gaat. Ik mag het vandaag hier aankondigen dat heel binnenkort de Bachelor Politie Studies KPS van start gaat. We kijken naar de mogelijkheden om politieambtenaren die daarvoor gekwalificeerd zijn, een masterstudie in Security Studies te laten volgen. Het Korps Politie Suriname moet op een hoger niveau gaan functioneren. Qua kennis en inzet. Qua kennis en inzetbaarheid, maar ook qua integriteit en respect voor de mensenrechten. Ik feliciteer iedereen die vandaag bevorderd wordt en die een diploma in ontvangst mag nemen. De politiebacheloropleiding zal verzorgd worden voor politiemannen en vrouwen met een afgeronde HBO of universitaire opleiding.